Wat voor app is dit? Het is een app die je eigenlijk bijhoudt door middel van muziek, hoe lang je aan het douchen bent. Dus hij maakt een soort van mini afspeellijstje van 3 minuten, zodat je terwijl je aan het douchen bent weet van oké, het is tijd om onderweg te gaan. Ja, en dan profit is natuurlijk dat mensen minder water gebruiken en op die manier geld besparen. Je hebt er geld mee gewonnen. Hoeveel? 2500 euro. En dat geld kan ik inzetten voor de realisatie van de app. Want het plan is om er een Spotify-koppeling aan te geven en ervoor te zorgen dat mensen dus het op iPhone en Android kunnen downloaden. Dit moet ontwikkeld worden en die ontwikkeling dat kost tijd en geld. En op deze manier kan dat... kan de app gewoon echt worden. Eén ding is toch belangrijk voor de mensen, dat ze discipline hebben. Ja, precies. Ja, het is natuurlijk, ik kan de mensen niet, als de muziek afgelopen is, onder de douche vandaan trekken. Dat moeten ze toch echt zelf doen. Maar het is een leuke manier en een speelse manier om een beetje bewustwording te creëren onder de mensen over hun douchetijd. Want je hebt misschien zelf ook wel eens dat je eronder staat en denkt, sta ik al 10 minuten onder of hoe lang sta ik eronder? Het is de tijd vervliegt dan vaak. En wanneer kunnen we die app nou zelf downloaden? Ja, denk ik dat met een half jaar dat die wel te downloaden is op zowel iPhone als Android.